Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. De 44ste rij van fietsen, motorrijwielen, scooters en bromfietsen in Amsterdam toonde tal van nieuwe snufjes. Bij de bromfietsen zijn behalve constructieverbeteringen ook vele technische nieuwigheden toegepast. Men kan de werking van de kleine motor van zeer nabij volgen. In Duitsland is men bezig met de ontwikkeling van de zogenaamde wankelmotor. Dat is een draaizuigermotor die in tegenstelling tot het gebruikelijke type alleen draaiende bewegingen maakt. Vele bromfietsen zijn thans zowel voor als achter uitgevoerd met telescopische veringen. Voor de liefhebbers zijn er de racemodellen die veel meer dan de toegestane snelheid kunnen halen. Japan was bijzonder goed vertegenwoordigd met een aantal ultramoderne motorfietsen die bijna niet van de Duitse te onderscheiden zijn. Ook al door de dwarsgeplaatste cilinders. Op deze rij bleek duidelijk hoezeer de scooters in opmars zijn. Ze waren er in alle soorten en maten. Sommige typen kan men zelfs onder de arm mee naar huis nemen. Sterk vertegenwoordigd waren natuurlijk ook de fietsen, die in ons land nog altijd het meest gebruikt worden. Bepaald revolutionair is een Amerikaans model met een geheel uit plastic vervaardigd frame. Of het de fiets van de toekomst is, weten we niet. Wel dat de fiets nog altijd een goede toekomst heeft. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop.